Dat is leuk, dat is een duootje. Hier zit er eentje te paar, met een vrouwtje en hier nog een. En daar lopen gewoon twee mannetjes. Die proberen met elke grasprietje te paren. Ja. Hier zijn ook twee paren. Iets verder uitgetrokken in de inmiddelbij. Ik weet niet of het dat het een vrouwtje is. Maar er zit namelijk op dat voorborstje, er zit de opening van het broedkanaal. Dat is in het begin van het afgesloten van het vlies. Ja. En het mannetje dat doorbreekt alleen maar dat vlies met zijn genitaal en deponeert de spermatjes weer erin. Dat is eigenlijk de spermatjes vinden zelf een weg via het broedkanaal naar de binnenkant van het lichaam. Dan is je best een tijd bezig om het spelletje te boren. Ja. Wat bij die is. Maar dat zijn twee bijtjes volgens mij, of niet? Ja. Alles wat je in de van de dag. Ja, dat is die paren dus ook nog weer. Parende bijtjes hebben we er ook bij. Ja, is ook leuk. Nou, zeg, het begint op een orgie te lijken dan. Nou, ik had er hier dus gewoon drie mannetjes op één bijtje. Onder de grond. Hoezo orgie? Daar had je minimaal zes mensen voor nodig, toch? Nou, maar misschien zitten er wel drie vrouwtjes in ook. Oh ja. Die kans is wel groot. Nou, dan bij deze officieel de eerste orgie. Zandbijen, waaier, orgie. Jeetje, zoveel. Dat is een leuke, leuke titel voor een artikel. Ja. Ik ken een paar mensen die dan heel erg jaloers zijn. Ja, als jij het zo ziet, hè? Heb je dan ook zoiets? Dan zijn die inderdaad allemaal gestilopiseerd. Ik heb nog geen bij gezien die niet gestilopiseerd is. Nee, hè? Nee. Maar het is te vroeg hoor, voor Spaga. Dus alles wat er nu uitkomt, dat moet gestilopiseerd zijn. Gigantisch, man.